RTV Totaal voor Maasendaal. Zichtbaar en hoorbaar in de hele regio. En ze hebben een mondballonnen bezig. En dan moeten ze hier voorbij de tijger. Maar de tijger ligt op het pad waar ze heen moeten. Op woensdag 24 januari starten de Nationale Voorleesdagen 2018 groots met het Nationale Voorleesontbijt. Daar deden basisscholen, bibliotheken, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven massaal aan mee. Centraal tijdens dit ontbijt stond het prentenboek van het jaar 2018, Sst, de tijger slaapt. Zo ook in de bibliotheek in Beuningen, waar Henk Lucassen het verhaal voorlas aan zo'n 20-tal kinderen. In de bibliotheek liggen folders met de voorleeslocaties van de komende week. Kinderen tot 6 jaar kunnen tot 3 februari gratis lid worden van de bibliotheek. Ze krijgen dan een vingerpopje van een tijgercadeau. Het wilde zwijn is erg schuw en leeft in het kreupelhout. Ben je ook drinken erbij? Biertje? Ben je dat? Ja. Maar ik leg niet zo.